Als ik er niet zou zijn geweest, dan was het leven van papa een stuk simpeler. Als ik er niet zou zijn geweest, dan konden mijn zusjes nu vast veel meer. Als ik er niet zou zijn geweest, dan voelde ik deze pijn nu niet. Als ik er niet zou zijn geweest. Dat is een zinnetje waarvan ik iedere avond wel een nieuw einde kan knopen. Als ik er niet zou zijn geweest, dan was deze dag wellicht een stuk mooier. Een kans uit moederleven is eigenlijk constant bezig zijn met het beredderen van het onderste stuk van onze bekende driehoek. Men dus keert in feite de rechten een stukje tegen de mensen die soms heel, heel zwak en kwetsbaar zijn. De mensen hebben recht op een menswaardig bestaan. Punt gedaan. Dat ook maar één klein steentje minder in die rugzak is, dan vinden wij dat de moeite waard om dat te doen. Ik vergelijk dat zo soms met als je dat op de diepste gezet naar het leed en je hebt goede startblokken, dan heb je een goede tijd. Ik zou bijna zeggen, dan heb je gewoon aandacht voor. Ik heb geleerd me niet zoveel aan te trekken wat anderen van me denken. De tijd is voorbij, maar het was wel moeilijk. Ik kan gewoon mezelf zijn. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Gewoon mezelf kunnen zijn.